Hallo! 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 Hoe gaat het? Heel goed! Nou, ik zal niet heel lang doorgaan met deze flauwe grap, maar jullie aardappel zie ik niet. Nee, ja. We gaan toch naar een hockeyfeest vanavond? Ja, zeker. Hè? Die zoeken we daar. Oké. Okay. Kunnen we binnenkomen? Dat kan. Ik hoor al een aardig feestje binnen hier. Kijk eens. Hallo. Ik ben Doreen. Wat zeg je? Ik ben Doreen. Doreen, ik ben Rutger. Hoi. Hi, Rutger. Laura. Hi, Laura. Hoi. Merel. Merel, allemaal hockeynamen. Allemaal hockeynamen. Hé, wij krijgen altijd even een biertje als we binnenkomen. Nou, alsjeblieft, ga je gang. Is half vol en is warm. Nou, moet je een nieuwe dan? Ja, tuurlijk, twee keer. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. En die is voor Ruud. Nee. Ruud, cheers. Hij is leeg. Oh, daar is een volle, Ruud, die is vol. Cheers. Wat gebeurt er nou? We gaan even tequila drinken. Tequila drinken? Ja, dat hoort erbij. Oh, waarbij? Ja, bij het hele feest. Oh. Likken? Ja, likken. Ik kom zien! Oké, okay. Is dat goed? Ja, dat is goed. Hallo, niet links. 3, 2, 1! Niemand vindt het lekker hoor. Is het al op het bier? Ja, ja, jullie komen een beetje laat en dan is het allemaal op. Oh, zijn we te laat. Ligt weer aan ons. Ja, ja, sorry. Ik kan er niks aan doen. Nou, zullen we maar naar het feest gaan dan? Ja, is goed. Zullen we gaan? Carlijn, kom. Ja. Schiet eens op. Kom, iedereen eruit. Duurt ook allemaal lang dit. Je hebt wel een mooie, wat is het? Een citybike, hè? Weet je. Ja, oh, sorry. Maar daar komt de muziek vandaan en we gaan nu daar naartoe. Ja, we moeten daar eerst onze jas ophangen. Oh, we moeten de jas ophangen. Wie draagt de cocaïne? Ik. Jij? Ja, ik. En wie heeft de ecstasy? Allemaal een beetje, oké. Okay. Maar ik ben vergeten, dus ik kan wel van niemand gebruiken. Komt goed, komt goed. Ja, dat komt helemaal goed, oké. Okay. Hallo. Hallo. Nou, doorlopen. Ja, doorlopen. Johan. Leuk, met 15 dochters naar een hockeyfeest. Mevrouw, wat gebeurt hier? Iedereen krijgt bandjes. De blauwe zijn voor beneden de 16. En de groene zijn voor boven de 16. Beneden de 16 mogen ze geen alcohol. Mag ik een groen bandje? Nou, vooruit. En ik wil graag voor mijn cameraman een blauw bandje. Kakkers! Kakkers! Kakker! Kakker! Beugelbekkie! Beugelbekkie! Kakker! Gezellig, hè? Leuk, hè, dat ik er ben. Ja, echt hoor. Kom maar, een bier drinken. We zijn nu net 5 minuten binnen hier. En ja, het is een clubhuis dat uitstraalt om nooit gezellig te worden. Maar het ziet er toch naar uit dat het hier wel gezellig wordt. Dus HC Voorne! HC Voorne! HC Voorne! Heel gezellig. Heel gezellig. Willen jullie nog mooie billen zien? Mooie billen? Mooie billen. Van mooie dames? Nee, van mooie mannen. Nee. Ah, jammer.
Wat wil je doen dan? Nou, let op. Naar beneden met de camera. Ja, mooi genoeg. Of langer? Nog een keer? De dames vragen nog een keer. Nou, is goed zo. Wat leuk! Ja, hartstikke leuk. Nee, maar het maakt niet uit. Ik drink gewoon genoeg bier, weet je. Lul! Ja, toch. Nou, elke hockeyclub heeft keepers nodig. En ja, geluk bij een ongeluk, hè? Ja, ik weet niet voor wie het nou het ongeluk is. Ik denk eerder voor de andere partijen. Maar... Voor de hockeyclub. Nee, maar ben je keeper? Nee. Ik ben hier als vrijwilliger actief. Niet als speler. Ja, hockeyt helemaal niet. Nee. Als jij langs de kant zit en je zit op zijn rolstoel, kan je natuurlijk wel onder al die hockeys kijken, hè? Ja, meestal wel. Hoewel... Speerlap! Ja. Speerlap! Ja, nou ja. Kijk, het oog wil ook wat. Vertel mij nou eens waarom jij op een hockeyfeest afkomt. Hockey jezelf? Nee, de dames. De dames? Ja, de dames. Zoveel mooie meisjes hier zo. En natuurlijk het bier voor 1 euro. Ja. Bier is 1 euro? Ja. Dat is wij hoeven nooit te betalen, dus... Ja, dat is mooi. Dat is wel wat je kan. Maar de dames? Ja, dat is mooie dames. Moet je kijken daar. Ja, en wat doe je daarmee? Ja, gewoon een beetje kijken en dan proberen. En wat probeer je dan? Ja, gewoon kijken en als zij jou leuk vinden, dan probeer je er iets mee. En als het verder kan, dan probeer je er verder mee te gaan. Dat lijkt me in jouw geval heel sterk. Nee. Valt best mee. Hey, nog sorry, hè? Ja, is goed. Het maakt mij niet uit, hoor. Ik heb niet echt gemerkt, maar... Nee, hij heeft niet echt gemerkt. Hij zat namelijk onder mijn schoenzool. Wie is nou voor jou de jongen die je moet hebben? Joost van Gorssel. Hé? Joost van Gorssel. Joost. 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 En waarom? Omdat het een beetje de leukste jongen is uit de jongens heen. Joost. Wat ben jij een mooie jongen. Kan wel. Hé? Kan wel. Jij bent zo'n mooie jongen. Zeggen ze dat? Ja. Daar likt zelfs mijn cameraman zijn vingers mee af. Ja? Ja. Fijn, hè? Ja. Wat moet ik daar nou op zeggen? Wat een mooie jongen. Lekker, hè, Joost? Inderdaad. Mooie koppen heeft hij, Joost. Ja, dat vind jij ook. Jij ook, toch? Ja, ik geil echt op die jongen. Ja. Zie je? Ze geilen allemaal op je. Ja, en dat je dan je kraagje nog omhoog doet ook. Dat ze, oh, Joost, jongen, Joost. Doe even niet zo funzig met z'n tweeën. Dit valt nog wel mee, hè? Oh ja? Ja. Het kan nog erger. Nou, wat doe je normaal dan? Wil je niet weten. Ruud, licht aan. Ja. Ja. Gesnapt. Nee, toch? Hoe vingert hij? Nou, daar zou ik het mysterieus over houden, toch? Oh, dat gaan we niet vertellen? Nee. Nou, dat dan weer niet. Even serieus, jongens. Wat doen jullie hier? Ja, gewoon een beetje zoenen. Een beetje flikvlooien. Flikvlooien? Ja. Precies, hoort erbij, hè? Hockeyfeest. Oké, dat vind ik allemaal goed. Maar dat flikvlooien wil ik eventjes... Een beetje kinky-binkie in het doel. Gewoon een beetje aan de knie zitten en zo. Meestal aan de schouder. Hij zit aan de knie. Ja, gewoon romantisch. We gaan, Ruud, kom. Hier wil ik niet bij horen. Wil jij met mij naar bed? Doe me. Ja? Ja. Zo? Nee, zo snel gaat het niet, hè? Zo ja, dat is wel heel makkelijk. Oké. Inderdaad. Die kant op. Hoe oud was je ook alweer? 15. Makkelijk, dat gaat even, makkelijk. Kom, we gaan naar huis. Oké. Zo, schoenen uit. Zo, jullie maken er gelijk een slaapfeestje van. Tuurlijk. Wat zeg je? Ergens achterparking. Dat gebeurt in deze slaapkamer. Jullie gaan je omkleden. Nou, moeten wij maar even niet bij zijn met deze leeftijdscategorie. Deur is al dicht. Ik heb er ook niks over te zeggen. We wachten gewoon eventjes.
Dames, is nou afgelopen met dat gegiegel. Ja, papa. Zo, liggen we. Hey. Nou, wel trusten. Dochter. Dag. Wel trusten. Het was een heel leuk hockeyfeestje. Wel trusten. En wat zeg je? Een bijtje op bed, Ik ga naar huis. Ik doe het licht uit, hè. Wel trusten. Hoi.